Een potje gamen tegen de politie. Vandaag kon het in Pathé Nijmegen, tijdens de dag tegen de online criminaliteit. Het is vandaag de dag tegen de online criminaliteit en daarom heeft de politie Oost-Nederland een groot aantal activiteiten op touw gezet. Doel is om vooral jongeren te informeren over de gevaren van het wereldwijde web. En hoe kun je deze doelgroep nu beter aanspreken dan door met ze te gaan gamen? Ja, we hebben de jongeren uitgenodigd om te komen gamen met de politie. En we proberen op die manier een beetje laagdrempelig om in contact te komen met de jeugd. Ja, er is vandaag een hele grote actiedag, echt niet vandaag heet die. En dat is in heel Oost-Nederland. En daar proberen we echt aandacht te creëren voor digitale criminaliteit en cybercrime. Dus ook voor de jeugd. Gevaar voor cybercriminaliteit begint al op vroege leeftijden. De politie vindt het dan ook belangrijk jongeren op deze leeftijd al te informeren. Ja, het is super belangrijk, specifiek voor jongeren, ook voor ouderen. Maar specifiek, wij richten hier nu op de jongeren. Is dat we toch zien dat jongeren heel snel worden in aanraking komen met cybercrime. Omdat ze misschien even wat extra snel wat geld willen verdienen of een andere manier. Of ze zijn heel goed met computers. En we proberen toch jongeren dan bewust te maken van ja, als je dat pad kiest, dan kies je toch wel voor een slecht pad. En daar kom je later niet zo makkelijk meer uit. Dus we proberen ze van tevoren heel snel te waarschuwen en op deze manier een beetje bewust te maken. Ja, niet altijd is bijvoorbeeld de risico's even inzichtelijk bij de jeugd. En soms zien ze de gevaren er niet van. En dan is het goed om even het gesprek aan te gaan van nou, hoe zou je met bepaalde situaties omgaan? En waar moet je op letten? Ja, kijk, het is echt aan het stijgen, de cijfers van cybercrime en digitale criminaliteit. En daardoor is het ook belangrijk dat we daar genoeg aandacht aan geven. Repareren is vaak wat lastiger, dus voor zijn is altijd beter. Dus op die manier proberen we in ieder geval de juiste handvatten te geven aan de jeugd om zich te weren tegen eventuele cybercrime. Om dichter bij de jongeren te komen, wordt dus iets gebruikt wat populair is bij de doelgroep. Het is natuurlijk superleuk om bij de brug te komen. Kan je zelf ook een beetje in de zweet werken. Net even een half uurtje gegamed en ik zweet me al kapot. Maar leuk om te doen, dus ik denk dat de kinderen het ook leuk vinden. Ja, game is natuurlijk de doelgroep jongeren, die vinden dat superleuk. Op die manier kom je ze in aanraking met ze. Je ziet hoe druk het hier nu is. Dus op die manier haal je de kinderen naar je toe. Kun je ze op een laag drempel gewoon met ze praten. En dat trekt ons aan, en de kinderen ook. Ja, het is natuurlijk altijd goed om dichter bij de burger te komen. Zelf, ik hou ook wel van gamen, dus dat past helemaal perfect samen. En ja, jeugd is ook gewoon een voorstander van het gamen vooral. Dus dan is het een goede combinatie, denk ik, om op deze manier in gesprek te gaan met jeugd. Deze week worden er in de regio Arnhem-Nijmegen verschillende oefeningen uitgevoerd door Defensie. Hiermee willen ze meer de nadruk leggen op het oefenen van oorlogssituaties in een stedelijke omgeving. Aanstaande donderdag vinden er in Nijmegen verschillende operaties plaats. En Defensie legt op voorhand alvast uit wat hiervan de bedoeling is. Het is in onze ogen extreem belangrijk om deze oefening in de openbare ruimte te doen. En dat heeft alles te maken met het feit dat het hedendaagse optreden laat zien dat we steeds meer in verstedelijk gebied optreden. Pak even de opkomst van IS een aantal jaar geleden. Maar ook als we nu kijken naar het conflict tussen Israël en Hamas. Of als we kijken naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dan zien we dat zich dat niet plaatsvindt op grote open vlakten zoals bijvoorbeeld een woestijn. Nee, dat bevindt gewoon in de stad. En daarom is het essentieel dat wij ook zo realistisch mogelijk trainen voor onszelf, maar ook voor de omgeving. Dat mensen bekend raken met militairen die daadwerkelijk in hun woon-, werk- en leefomgeving actief zijn. 120 rode baretten van de luchtmobiele brigade uit Schaarsbergen zullen de oefening uitvoeren. Ook vanwege de historie is Nijmegen een gewenste locatie. De rode beret, zoals net benoemd, een belangrijk symbool, internationaal gezien voor luchtlandingseenheden. En dit jaar is ook 80 jaar geleden dat operatie Market Garden heeft plaatsgevonden. Dat was namelijk september 1944. Dus we denken dat wij als luchtmobiele eenheid, gekoppeld aan militaire historie, op dit moment Nijmegen als perfect toneel kunnen gebruiken om zo'n mooie grootschalige oefening op te zetten. De oefening is op een afstandje te bekijken voor iedereen. En dat is ook nog eens belangrijk.
Een van onze belangrijke redenen waarom we dit doen, is om ook de bevolking bekend te maken met ons militaire optreden. Vandaaruit dat we in de stad Nijmegen aanwezig zullen zijn. We kunnen van tevoren dus niet precies vertellen wanneer we waar zijn. Maar op het moment dat we ergens zijn, dan is het voor een ieder toegankelijk om daar te komen kijken. Wat ik belangrijk vind om daarbij te benoemen, is de veiligheid. Wij zijn natuurlijk op dat moment met opdrachten bezig. Dus ik wil mensen verzoeken om een gepaste afstand te bewaren. Maar het kan zijn dat er dus een vuurgevecht plaatsvindt, terwijl burgers daar best wel dicht in de buurt zijn. Nou, één ding wil ik daarin verzekeren. Een vuurgevecht zal niet plaatsvinden met echte patronen, echte kogels. Dat zijn blanks, zoals wij dat noemen. Dus we zullen de knal wel horen, maar er zal niet daadwerkelijk een kogel het wapen verlaten. En er zullen altijd mensen in de omgeving zijn die gele hesjes aan hebben, waar mensen vragen aan kunnen stellen, of die nog een extra flyer uit kunnen delen, waar alle informatie over de oefening, voor zover we dat kunnen delen, beschreven staat. Afgelopen zondag werd in Groesbeek het vernieuwde dorpshuis De Malle Molen officieel geopend. Met veel muziek van Groesbeekse artiesten. De opening werd verricht door het nieuwe bestuur onder toezicht van wethouder Erik Weijers. Niet met het doorknippen van de lint, maar door twee touwen aan elkaar te knopen. De handeling symboliseerde de binding van het dorpshuis met haar gebruikers, verenigingen en natuurlijk de inwoners van Groesbeek. Hierna volgde een avond met optredens van Groesbeekse artiesten. Het openingsfeest werd afgesloten door de band Coyote en de Roadrunners. Het nieuwe bestuur van Dorpshuis de Malle Molen was zeer tevreden over het verloop van de opening van het vernieuwde dorpshuis de Malle Molen. Simon Mamahit, ook wel bekend als rapper Dizzy, is maandag benoemd tot de nieuwe stadsdichter van Nijmegen. De komende twee jaar zal hij dit ambt vervullen. Mamahit treedt hiermee in de voetsporen van Heidi Koren, die vorige week afscheid nam als stadsdichter. Nijmegen heeft sinds 2005 een stadsdichter die poëzie dichter bij mensen brengt en Nijmegenaren op literaire wijze aan het denken zet door stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen in onze stad. In Nijmegen zijn de hulpdiensten zondagavond uitgerukt naar het Radboud UMC. Er was sprake van een zeer grote brand. Volgens een brandweerwoordvoerder ging het om een brand in een technische ruimte. Daar stonden onder meer accu's die later naar buiten zijn gebracht. De verdieping onder de brand werd ontruimd en uiteindelijk zijn er in totaal 31 patiënten en ongeveer 17 medewerkers van het ziekenhuis naar elders verhuisd. Het ziekenhuis kon zondagavond nog niet zeggen om welke afdelingen het gaat. Er is niemand gewond geraakt en een woordvoerder laat weten dat er ook geen patiënten in gevaar zijn geweest. Eind vorige maand sprak SP jongeren in bij Provinciale Staten om aandacht te vragen voor hun nachtbussenpetitie. De petitie is bedoeld om de terugkeer van de nachtbus te promoten. De nachtbussen vielen weg tijdens de coronapandemie met de belofte dat ze terug zouden keren als het nachtleven weer bruisend zou zijn. Inmiddels, vier jaar later, is er nog steeds geen spoor te bekennen van de nachtbussen. De petitie staat inmiddels uit 826 handtekeningen, maar is nog lang niet uitgeteld. SP Jongeren zegt haar uiterste best te doen om de provincie haar belofte te laten nakomen. De 31-jarige man uit Wijchen, die in maart vorig jaar de 29-jarige Omar uit Nijmegen doodstak bij de Lentse Warande, is vrijdag door de rechter in Arnhem veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Ook moet hij zich na het uitzitten van zijn straf onder behandeling laten stellen. De verdachte zegt veel spijt te hebben van zijn daad. De man uit Wijchen moet tot slot aan de ouders van het slachtoffer smartengeld betalen. Van in totaal 35.000 euro. Aan twee zussen moet de man ongeveer 1500 euro betalen voor de gemaakte uitvaartkosten. Ook moet de man 700 euro betalen aan de erfgenamen voor de kapotte kleding en de gestolen telefoon van het slachtoffer. Voor de 13e keer opent Happytaria een pop-up restaurant in Nijmegen. En dit keer bij Bikkels in het Goffertstadion. Samen met Dearfront zijn 7 studenten van christelijke studentenverenigingen samen dit restaurant gestart. Met als doel om 30.000 euro op te halen voor een drinkwaterproject in Oeganda. Tierpunt heeft dan een samenwerking met lokale organisaties en kerken. En dan willen ze waterreservoirs opzetten en ook voorlichtingen doen over veilig drinkwater en hoe dat allemaal zit met bacteriën en zo. En ook rampenpreventie. Dus er is veel regenval en dan
willen ze daar wat aan doen om dat soort veiliger te maken. Nou, er is best wel veel sprake van kindersterfte en veel ziektes doordat er heel veel vervuild water is. En ook moeten mensen echt de hele afstanden lopen om water te halen wat ook nog eens vervuild is. Dus ja, heel veel leed eigenlijk. De opbrengst van het restaurant gaat naar het goede doel in Oeganda. En daarom staan er dus ook een aantal Oegandese gerechten op het menu. Het goede doel is veilig drinkwater in Oeganda. Dat hebben we ook in ons menu proberen te werken. Dus een voorhoofd en een nagerecht. Vind je dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk ook soms wat spannendere keuze. Maar ik kan niet garanderen dat het echt dat goed smaakt. Ik kan denken aan nachos, aan klassieke burgers. Maar ook aan curry. In een bowl eigenlijk is dat een Oegandees menu. De Powerball voor mensen die lekker van wat gezonder eten houden met echt heel veel power eigenlijk zit erin. Heel veel lekkere dingen. Dus we hebben voor hoofd- en nagerecht ook Oegandese gerechten. En je hebt ook gewoon burgers en Oreo brownie. Mandazi, gefrituurde hapjes eigenlijk, ook typisch streetfood van uit Oeganda. En met wat bolletjes ijs erbij en een leuke opmaak en fruit. En allemaal vers van de pers. Het was een flinke zoektocht naar een locatie voor het pop-up restaurant. Maar uiteindelijk konden de studenten terecht bij Bikkels in het Goffertstadion. Ja, op een gegeven moment waren we duurder, maar totdat we een soort locatie hadden gevonden. En toen fietsten we weer langs en dachten we, nou, die gaan we ook wel gewoon bellen. En toen vonden zij het best wel leuk om een soort samenwerking te doen. Het is een lunchroom die normaal tot 4 uur open is. Dus daar kunnen wij er mooi s'avonds gebruik van maken. We zetten het dan op, maar we hebben allemaal dus niet heel veel verstand ervan. Maar het is wel heel leuk om te zien dat het wel gewoon werkt of zo. Dus dat je het gewoon samen uitzoekt en dat je dan gewoon best wel wat leuks neer kan zetten. Je hebt het misschien al gehoord, maar aankomend weekend wordt het misschien wel zomers warm. Vooral de zaterdag zal zon overgoten verlopen en de temperatuur kan die dag lokaal oplopen tot zo'n 25 graden. Tot die tijd is het nog even doorbijten, want de komende dagen is het niet veel soeps. Vooral de woensdag en donderdag zal het van tijd tot tijd regenen bij een maximum temperatuur van zo'n 14 graden. Vrijdag neemt de hoeveelheid regen af en loopt het kwik ook al iets verder op richting de 20 graden. Als de voorspellingen voor het weekend uitkomen, is de zaterdag ook meteen de enige warme dag. Volgende week wordt het weer wat wisselvalliger en blijft het kwik tussen de 15 en 20 graden schommelen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 2 april. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt altijd op rn7.nl. En volg ons ook op de sociale media. Morgen zijn we terug en dan nemen we je onder meer mee naar de Beuningse gemeenteraad. Waar voor één keer kinderen het voor het zeggen hebben. Graag! Tot dan!